Vandaag valt er een aantal winterse buien in Nederland, met name in de noordelijke en oostelijke helft van het land. Verder zijn er ook perioden met zon. Al met al dus wel een echte winterse dag, want door de buien kan het lokaal ook glad worden. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 1 en de 3 graden. Verder waait er een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Vanmiddag wordt de buienactiviteit geleidelijk aan wel wat minder. De temperatuur loopt nog wat verder op, het is zo'n 4 tot 5 graden. Vanavond gaat het op veel plaatsen weer licht vriezen. Een enkele bui kan er nog vallen, met name in het noorden en langs de kust. Lokaal kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en ook door winterse neerslag. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. In het westen is wel meer bewolking, maar het is over het algemeen hoge bewolking. De zon komt er makkelijk doorheen. Smiddags dus wordt het zo'n 4 tot 6 graden en staat er een matige tot krachtige zuidenwind. Ook woensdag is het nog een dag met flink wat zon. In de avond neemt de bewolking toe en in de nacht gaat het regenen. Mogelijk valt er ook sneeuw of natte sneeuw in het noordoosten. Donderdag is het lang regenachtig, in de middag klaart het op. De temperatuur gaat dan wel geleidelijk aan omhoog.